Mijn beste vrienden, Paramaribo, groet u met een grand respecti brassa. Het is nog warm, dus doe maar. Ik kondig u aan ons derde webinar aanstaande zondag 12 september om 3 uur 's middags Surinaamse tijd, 8 uur 's avonds Nederlandse tijd. De titel is Wandeling naar Ontwikkeling. En die wandeling wordt begeleid door niemand minder dan professor Maarten Schalkwijk. Maarten is een wetenschappelijke duizendpoot en in cultureel opzicht heeft hij ook zijn spoortjes verdiend. Hij is onder meer architect van het herstelplan 2022, maar dat is niet de reden waarvoor hij is uitgenodigd. Wij hebben hem uitgenodigd, heel speciaal, om het feit dat hij van 2013 tot 2016 voorzitter was van het internationale gezelschap van biodiversiteit van het Guyana Schild. En tijdens een conferentie in Rio van UNASUR heeft hij de volgende uitspraak gedaan. En dat is interessant. Luister naar wat Maarten zei. Enkele van de discussies hier hebben ons gebracht op het gebied van hogere wetenschap, high science en space technology. En ik zal nu proberen om een paar verhalen te vertellen, zodat we terugkomen met onze voeten op aarde. Beste vrienden, Maarten Schalkwijk is een duizendpoot. En we nodigen hem graag uit om ons te begeleiden in de wandeling naar ontwikkeling. Aanstaande zondag 12 september, ons derde webinar. 3 uur Surinaamse tijd, 8 uur Nederlandse tijd. U kunt erbij zijn, kijk onderaan, klik op de link onder en u komt rechtstreeks op het aanmeldingsformulier. Daar vult u uw naam in en uw e-mail en u bent, als het goed is, in ons webinar. U kunt het vanaf dit moment doen. Ik zie u later.